Danny, hoe kijk je terug op afgelopen zaterdag? Ja, uiteraard zijn we teleurgesteld omdat je hebt verloren. 4 tegengoals is veel te veel. Je komt snel in een wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Dat is eigenlijk een ideaal scenario. Ja, daarna is er een fase weinig aan de hand. En in een paar minuten tijd verandert de wedstrijd compleet. Omdat je in één keer in 3 minuten tijd 2-1 achter staat. En dan moet je de tweede helft proberen te repareren. Nou, dat lukt dan. Het was 10 minuten voor tijd. Uiteindelijk voor Romano een mooie beloning met zijn eerste goal. Ja, dat zou het helemaal geweldig zijn, ook voor hem, als je dan dat punt gewoon pakt. Ja, dan geven we in de eindfase toch nog die wedstrijd weg vanuit een spelervatting. Dus dat is pijnlijk. Alleen ja, helaas horen dat soort momenten ook bij de sport. Maar dat geeft wel een teleurstellend gevoel, zo simpel is het. Zijn jullie gisteren alweer bij elkaar gekomen, zondag? Hoe staat de groep ervoor, voor morgen tegen AZ? Nou ja, dat is heel simpel. Je ziet dat een hoop jongens op de laatste beentjes lopen. En een hoop kleine pijntjes. En de een wat meer dan de ander. We zitten elke keer maar nu de laatste tijd 2 dagen tussen de wedstrijden. Nou, pas geleden volgens mij ook een heel artikel in de VI gestaan over wat voor effect dat heeft op de prestaties van een topsporter in het voetbal. En dan zijn wij het ook nog niet eens gewend natuurlijk. De meeste jongens van ons zijn het totaal niet gewend. Alleen oké, we moeten morgen nog 1 keer aan de bak. Dus we moeten goed kijken wie zijn nog fit. En we moeten alles eruit persen. En tegenwoordig heb je dan wel het voordeel dat je 5 keer mag wisselen. En dan gaan we er nog 1 keer alles aan doen om punten te pakken voor de winterstop. Zijn er jongens die er sowieso niet bij zijn morgen? Ja, we hebben zo nog een training te gaan. Maar Mo is er sowieso niet bij. En daarnaast hebben we een flink aantal jongens wat een vraagteken zijn. Misschien een aantal die er wel bij zijn, maar niet maximaal voor 90 minuten inzetbaar. Dus dat is nog even afwachten. Waar liggen de kansen tegen AZ? Ja, ze zullen gewoon een hele goede dag moeten hebben. Volgens mij zie je ook aan AZ, die waren wat stroef aan het seizoen begonnen, maar die spelen normaal altijd in de top 4. En ze kruipen nu langzaam weer naar die positie, zeker door de laatste weken, waarin ze geloof ik nu 6 of 7 keer op rij gewonnen hebben. Dus ja, we zullen heel compact en agressief moeten verdedigen. En je zal ook in momenten zelf aan de bal moeten laten zien wat je waard bent. En dat hebben we in een thuiswedstrijd in de tweede helft op een goed moment gedaan. Hè? Want toen maakten we de 2-0 in een fase waarin we ook vooral meer moesten verdedigen. Nou, ik denk dat dat weer gevraagd gaat worden morgen.